Hier in Sint-Petersburg hebben de Russen een luchtafweersysteem geplaatst, de S-300. Dat heeft alles te maken met deze droneaanval op een olieterminal nabij Sint-Petersburg. Die was bijzonder, want de stad ligt hier, vrij ver van de Oekraïnse grens. De oorlog is er meestal niet merkbaar. Maar een paar dagen eerder was het in deze stad ook al raak. Toen vlogen 4 olietanks na een droneaanval in brand. Vorig jaar heeft Oekraïne de oorlog naar Rusland uitgebreid. Zo vielen de Oekraïners in de eerste 9 maanden van 2023 deze Russische locaties met drones aan. En aan het einde van het jaar kwam daar nog sabotage van spoorlijnen bij op deze plekken. Als het aan Oekraïne ligt, neemt dit soort aanvallen in de komende jaren alleen maar toe. De Oekraïense president Zelensky belooft dat zijn land in 2024 1 miljoen drones gaat produceren. Dan zou Oekraïne aan het eind van het jaar meer drones dan militairen hebben. Die drones worden vooral op het slagveld gebruikt, maar kunnen dus ook worden ingezet bij aanvallen over de grens. Rusland schroeft daarom de luchtverdediging van sommige steden op. De S-300 is een luchtafweersysteem dat stamt uit 1978. Het systeem is gemaakt om vliegtuigen en kruis- en ballistische raketten neer te halen. De S-300 kan doelwitten tot op zeker 150 kilometer afstand raken. Maar Rusland past deze luchtafweersystemen ook aan om gronddoelen te raken. Door de software en de radar aan te passen, kunnen ook doelen op de grond worden beschoten. Hierdoor verandert de S-300 van een verdedigingswapen in een aanvalswapen. Oekraïnse steden en dorpen worden daar nu het slachtoffer van. Nu de dreiging van Oekraïnse aanvallen steeds groter wordt, moeten onder meer deze luchtafweersystemen de schade in Rusland beperken.